carnavalsoptochten bijna overal weer als vanouds. Buurtbewoners Beuningen hebben last van padelbaan. En deze week opnieuw stakingen in het streekvervoer. In het afgelopen weekend werden in alle uithoeken van de regio weer carnavalsoptochten georganiseerd. Van kleine optochten met wagens tot grote optochten zonder wagens. Een opvallende optocht was die van Nijmegen, waar voor het eerst geen grote wagens meer deelnamen. Wat de optocht toch nog een beetje bijzonder maakte, was de outfit van burgemeester Hubert Bruls. Oké, nou meneer, heeft u, of mevrouw, je hebt een groot kapje. Heeft u zin in de optocht? Ja, het wordt een andere optocht dan andere jaren. Het wordt een ommegang, zoals ze mooi heet. En laat vooral hopen dat het een beetje droog blijft, want ik voel er weer wat spetters. En dat ze wat tempo maken, want ik moet nog heel mijn soort in. Want ik moet naar oma toe. Ik moet nog alles gaan brengen, kijken hoe het met haar gaat. Waar is de grote boze wolf dan? Die heb ik al lang geleden opgegeten, zoals je kunt zien. Oké. Een bijzondere reut en puifluk op de zaterdag. Daar was namelijk de Drutense burgemeester Corrie van Ree uit Ammerveld voor het laatst als burgemeester bij aanwezig. De volgende keer kom ik gewoon als toeschouwer, want die prachtige wagens van puifluk, die wil ik toch niet missen. Die blijven komen bekijken. Alles in Wiegen was de optocht na 3 jaar nog ongewijzigd. En reden er tientallen praalwagens door het dorp. Afkomstig uit Wiegen zelf, maar ook bijvoorbeeld Alverna, Balgooi en Batenburg. Jullie vlinderen uit? Uit Wiegen. CV Sporny. En wij zijn blij dat we weer kunnen vlodderen van partytent naar partytent. Jaren met kaartjes en toegang en beperkingen. Maar nu kunnen we lekker van de ene partytent naar de andere partytent. Helemaal niet verkeerd. En een lekkere borrel erbij pakken. En een lekkere borrel erbij. Heel veel plezier jullie, hè. Doei, doei. Zometeen na het RN7 regionieuws zie je het hele verslag van de optochten van Wiegen en Puifluk. De optochten van Beuningen en Nijmegen zijn morgenavond in hun geheel te zien. Inwoners van Beuningen hebben geklaagd over geluidsoverlast van de padelbaan. De sportbaan gelegen op de hoek van burgemeester Gerardslaan en de Lindenstraat ligt volgens omwonenden te dicht bij de woonwijk. De padelbaan van TC De Linde aan de burgemeester Gerardslaan in Beuningen veroorzaakt volgens omwonenden al enige tijd geluidsoverlast. En dan gaat het vooral om het geplop van ballen en gejoel van sporters. Uit onderzoek blijkt dat het geluid de decibelgrens overschrijdt. In 2019 heeft de tennisvereniging aan ons als gemeente het verzoek ingediend, een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tweetal padelbanen op tennisbaan 10. Doordat padel in een glazen kooi wordt gespeeld, maakt het meer geluid, vergelijkbaar met een vol schoolplein. Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseert dat de banen 100 tot 160 meter van woningen verwijderd zou moeten zijn. De banen van deze vereniging staat slechts 20 meter van de woningen af. En op welke momenten ervaren we het meeste van die overlast? In de avond. Meestal na 6 uur. We hebben er soms best wel last van. Overdag valt het heel erg mee, maar vooral 's morgens vroeg en 's avonds laat dan hoor je het best wel. En ook als wij gewoon binnen zijn, dan hoor je wel gewoon het geluid. Met name in de avond klinken de slagen hard en het fanatisme van sommige spelers is ook goed te horen. Dat zijn geluidsoverlasten ervaren van de huidige 2-padelbanen. Nou, wat hebben wij als gemeente volgens gedaan? We zijn een dialoog gestart. We hebben eerst de tennisvereniging besproken en vrijwel direct daarna ook de omwonenden. En de tennisclub is aan het kijken naar een oplossing. Wat voor een oplossing zou u graag willen zien? Misschien dus dan iets later beginnen in het weekend.
En 's avonds iets eerder stoppen. De omwonenden zijn gezamenlijk een buurtkracht gestart en naar de gemeente toegestapt om dit te bespreken. Ze hopen samen met de gemeente en de tennisvereniging tot de beste oplossing te komen. Na het onderzoek naar geluidshinder ligt het balletje nu bij TC De Linde. Daar zijn we als gemeente blij mee, want we merken dat er een dialoog is ontstaan. Het is een landelijk probleem. Als zo'n padel gaat, zien we dat er heel veel tennisverenigingen, er sprake is van geluidsoverlast, waarbij de omwonenden en de tennisvereniging tegenover elkaar staan. Hier in Beuningen is dat niet het geval. We constateren dat omwonenden tennisverenigingen de mogelijkheid geven om tot de oplossing te komen. En dat vinden wij als gemeente mooi om te zien, want wij vinden het belangrijk als gemeente dat er zowel een goed leefklimaat is, maar ook de mogelijkheid is om een balletje te slaan. Ik denk dat er best wel bedrijven zijn die daar een hele glaswand van zou kunnen maken. Dat het helemaal één dicht geheel gaat worden. Dat er in ieder geval in de avonden minder geluidsoverlast is daarvan. Het streekvervoer gaat deze week opnieuw in het hele land staken. Dat melden de vakbonden nadat werkgevers volgens de vakbonden niet verder willen praten over een nieuwe CAO. Het gaat deze week om woensdag 22 en vrijdag 24 februari. Omdat niet alle chauffeurs aangesloten zijn bij een vakbond, is het lastig voorspellen welke bussen wel en niet rijden volgende week. Vervoerders verwijzen daarom vaak naar reisplanners als 9292.nl. Vrijwilligers van het informatiecentrum Stichting Drill Polen deden een nare ontdekking zaterdagochtend. Het gastenboek in het kerkje was beklad met een hakenkruis en de tekst Kankermoeder. De voorzitter van de stichting, Arno Baltussen, tast in het duister over de dader en hoopt dat deze zich meldt. Anders zullen ze aangifte doen. In Nijmegen moet binnenkort de scherpste MRI-scanner ter wereld komen te staan. Onderzoekers hopen daarmee delen van het menselijk lichaam, zoals de hersenen, nog beter in kaart te brengen. De sterkste MRI-scan staat nu in Parijs, met een magneetsterkte van 11,7 Tesla. In Nijmegen willen ze daar nu overheen. Daar moet een scanner komen met een magneetsterkte van 14 Tesla. Dat apparaat moet er over 3 jaar staan. NEC heeft zondagavond gewonnen van Excelsior. De ploeg van de Rogier Meijer maakte het verschil met een doelpunt vlak voor rust. En na een rode kaart van de thuisploeg vroeg in de tweede helft kwam de overwinning niet meer in gevaar voor de Nijmegenaren. Door onder andere een prachtig doelpunt van invaller Anthony Moussaba werd het uiteindelijk 0-3. Rogier, 0-3 gewonnen. Hoe kijk je naar de wedstrijd? Met gemengde gevoelens moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk ben ik blij met de overwinning en dat we 3 goals maken. De eerste helft ben ik gelijkwaardig. We hebben wel 2 goede kansen met Marques en Verdonk. En dan maken we op een goed moment denk ik de 0-1. En dan na rust krijg je tegenstander rood. En ja, de gemengde gevoelens komen met name uit de fase daarna. Hè, dat je 2 grote kansen hebt, 17 man. Maar die wordt dan zelf gewoon niet goed. En, na 10 minuten zie je wel dat we de controle erop krijgen. En dan maken we ook nog 2 mooie goals en houden we de 0. Dus wat dat betreft is dat positief. Hoe vond je het gaan met Kelvin Verdonk als rechtsback? Ik denk dat hij het in het begin even lastig had. Ook een beetje zoeken. Hij natuurlijk daarin wel getraind, maar de wedstrijd altijd anders. Uiteindelijk zie je dat hij gewoon prima kan voetballen en de goede keuzes kan maken. Hij maakt een goede assist, geeft hij natuurlijk bij de 1-0. Dus wat dat betreft was het deze oplossing. Prima, denk ik. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op onze YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Deze week is er even geen aflevering van De Streek in, maar in plaats daarvan kun je kijken naar de carnavalsoptochten van Wijchen en Puiflijk. Morgenavond zijn we vervolgens de optochten van Beuningen en Nijmegen nog te zien. Ook wij zijn er morgenavond weer. Graag tot dan.